Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik heb me even snel klaargemaakt, want we gaan richting Tilburg op opnames. Ik ga me even in de auto opmaken, want ik had er helemaal geen tijd voor. We moeten nu vertrekken. Dat klopt. Het is echt zo vroeg. Dus mijn outfit vandaag, ik heb gewoon een jogging aan met een truitje en een Gucci sjaal. En ik kreeg deze knoop niet meer los. Jongens, het is echt fucking vroeg. We hebben al even een koffie gehaald. En mensen hebben net een ontbijtje gehaald, maar ik kan helemaal niks halen bij de tank. Dus ik hoop dat er straks wat beter is voor mij. Lekker gegeten, schat. Waarom doe je nou opeens lief? Gaan we nu even snel klaarmaken in de auto. Make-up opdoen. Zo gaat het als een spookje. Ik ga gewoon heel natuurlijk houden. Niks bijzonders. Dit keer trouwens mijn wimpers echt het mooiste gezet. Gewoon lekker natuurlijk en in het midden gewoon het langste. I like it. Ik heb eens wat anders op mijn lippen. Ik heb Macworld op nu. Ik heb echt bij de Macworld. We zijn aangekomen op bestemming. Tussen? Oh, die kant op weer. Wij zijn in Tilburg. Ik ga even aan mijn volgers uitleggen wat hier gaat gebeuren. Leuk hoor. Ik mag vandaag... Oh, moet ik vertellen? Ja. Oh, ik dacht dat jij ik ga vertellen. Nee. Nou, ik ben vandaag jurylid voor eigenlijk jong, opkomend, talentvolle ondernemers. En we gaan hier mijn ideeën pitchen. En dan ga ik daar zitten om te zeggen of het idee goed was. En wat kunnen ze winnen? Ze kunnen... Zo. Ja, want je moet het goed formuleren. Effect, een prijs ter waarde van 10.000 euro. We zijn hier nu alleen bij een cafeetje, want ze hadden echt heel erg lekkere lunch geregeld en zo. Allemaal broodjes, verschillende beleg en alles, maar ik mag gewoon geen brood meer. En ik heb me echt voorgenomen om vandaag gewoon wel gewoon keto te volgen. Dus ik zit hier nu bij een cafeetje. Dus ik heb besteld een Caesar salad zonder bacon en kartons en een kleine tomatensoep. Oh, dat ziet er goed uit, jongens. Heerlijk. En een soepje. Als je eenmaal een keer soep hebt gemaakt thuis en het is gewoon goed gelukt, ga je buiten echt nooit meer lekker soep kunnen eten, drinken. Ik vond tomatensoep ook echt veel te zoet. Volgens mij voegen ze nog suiker toe of zo. I don't know. Even een lekker theetje genomen en net een cappuccino. Maar ik heb ergens een heel aparte thee. Namelijk eentje met white tea, strawberry en vanille. Ik ben echt benieuwd. Ja, nee, ik heb ook niet proef, dankjewel. Even als ik moet ingaan met mensen, ik ga dingen proeven. Ik ben benieuwd hoe deze thee smaakt. Oh, hij ruikt wel. Oh, hij ruikt heel erg lekker, heel erg zoet. Gewoon een beetje aardbeien thee. Ik ben nu bij een Turks restaurant, hij Massal. Het ziet er echt heel erg leuk uit. En we zitten echt in zo'n hoekje, gelukkig. Kijk, het ziet er echt super leuk uit. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Want ik heb gezien bij andere klanten. En het zag er wel goed uit op bord, hè? Zeker. En gezond. Broodje van het huis, helemaal van Nessie. Want ik mag het niet eten. Pas op dat je je tong niet verbrandt, want ik heb het net aangeraakt. Het is echt warm. Oh, dit is mijn bestelling. Ik heb kofte. Ik krijg lekker broccoli bloemkool bij. En tomatensausje. Ik ga helemaal stuk, jongens. Dit is geen geld. Je moet betalen. Fucking goedkoop. Zo, wij zijn net thuis. Ik heb terugweg gereden vanuit Tilburg. Ik ben helemaal gesloopt. Nessie was in slaap gevallen in de auto. Dus ik had ook echt letterlijk niemand om mee te praten. Zo fucking saai. Ik ga nu even lekker mijn pyjama aandoen. En dan gaan we even chillen thuis. We hebben net even voer gekocht voor de katten. En we hebben ze meteen voer gegeven. En ik heb die anti-stress spray even gespoten op hun, rondom hun kattenbak. En op hun krabpaal. Want gisteren heeft Lira dus weer gewoon gepist op Nessie's schoenen. Ik ga stuk. Ze pist altijd alleen op Nessie's schoenen. Nooit op die van mij. Ik heb me even omgekleed. En ik ga nu gewoon lekker chillen op de bank. Ik heb even de kaarsjes aangeraan in huis. Gewoon dat we lekker kunnen chillen. Een beetje zen worden. Ik ga mezelf helemaal insmeren met deze body lotion. Ik heb me... ik heb het ook even kort gedoucht. En ik ga me dus insmeren met deze body lotion. En ik ga even het gezicht van Nessie me even reinigen. Want dat is zwaar nodig. Moet ik nog een gezicht doen, Nessie? Ja. Kaarsjes aangeraan. Zodat we lekker kunnen chillen.
Ik hou echt van geurkaars, want dan krijg je echt zo'n chille vibe. Ik ga dus eerst heel goed reinigen. Daarna krijgt hij een maskertje. Ik ga het scrubben. Ik ga lekker een olie erop smeren. Ik ga gewoon het hele uitgebreide pakket doen. Nou, nou jongens. Dit wordt gezellig. Meneer, je ging geld op voor echt. Inmiddels heb ik Nessim's gezicht gefixt. Voelt het lekker, Ness? Jouw gezicht nu. Ja. En heb ik gedoucht. Heb ik me even omgekleed, want ik ga het sporten weer oppakken. Ik ben helemaal zat. Ik ga lekker met Nessim mee. En al ga ik lekker op de fiets en al gebeurt het mij nog steeds niet. Maar ik moet het gewoon even weer oppakken. Ik wil gewoon iets strakker worden. Ik ben echt heel erg happy met mijn lichaam, maar het mag allemaal lekker strakker. Zeg volgens mij al een jaar. Maar ik denk altijd van als je in die flow een beetje zit van gym, gezond eten en bla bla. Dan ga je gewoon wat sneller naar de gym dan dat je gewoon ongezond leeft en af en toe naar de gym gaat. Oh jongens, ik heb echt een uurtje keihard getraind. Ik heb echt mijn alles gegeven en ik heb ondertussen gewoon een documentaire van Britney gekeken. Omdat ik het zo boeiend vond, ging ik gewoon maar door en door en door. Ik heb een half uur gefietst en daarnaast heb ik mijn benen getraind vandaag. Jongens, kijk wat we onderweg vinden. Kijk, gewoon een slak. Waar? In zijn huisje. Oh. Hier, kijk wat veel. Hier. Waar? Gewoon een slak. Volgens mij is het echt die slakkenseizoen weer. Oh, wat leuk. Ik hoop wel dat je niet optrapt. Goed voor je huid, Nessim. Kijk, mijn sokken, lelijk man. Ik heb slakketje al thuis, hè? Gaststuk, wij zijn net thuis. En onze katten worden heel graag naar buiten. Zo lekker weer nu. Het is zo dik. Je ziet wel bij iemand anders een raam, Ennis. Kijk die andere dan, ik ga helemaal stuk. Hi lief kindje. Hallo. Hi baby. Nou, deze sokken kunnen gelijk de was in. En dan zijn de schoenen van Essie waar Lira op had gepist. Ik heb hier lekker fruit van mezelf. En een glas water. En ik ga even kijken en een beetje snacken. Ik ging net even bij mijn post kijken. En ik heb een pakketje binnengekregen van Femme de Fleur. Ik had dus een tijdje geleden in Renkda gekocht. Ze hebben daar een conceptstore in Rotterdam. En toen was het steentje na een paar dagen al eruit gevallen. En het was best wel een dure ring. Tenminste, ja, het was rond de 30 euro. Dat vind ik best wel prijzig voor een ring. En toen had ik echt heel lang niks meer ervan gehoord. En ik had mijn ring weer ingeleverd voor een nieuwe. En toen had ik dus zelf weer contact opgenomen via Instagram met hun. En ze hebben mij een nieuwe ring opgestuurd. Ik wil heel graag weer een ring met een maansteentje. En het is niet exact hetzelfde, maar ik heb een andere versie ervan gekregen. Die ze wel op voorraad hebben. En ik ben er echt super blij mee. Echt, ik hou van dit soort ringen. I love it. Thank you. Love it. Ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie morgen denk ik weer. Ik ga rustig gaan even mijn make-up even verwijderen van mijn gezicht. Mijn gezicht reinigen, een beetje tv kijken, snacken en dan naar bed. Doeg! Hele goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik stond op en toen zag ik dit en eentje brak al bijna. Toen dacht ik, oh mijn god, ik moet echt heel snel mijn nagels doen. Ik heb gelijk een afspraak gemaakt en ik heb over een half uur al een afspraak. Dus ik moet echt opschieten. Ik heb me even snel klaargemaakt. Geen tijd om mijn haren te doen zoals altijd. Ik weet echt niet wat ik heb de laatste tijd. Ik heb wel mijn make-up een beetje gefixt. En ik heb een outfit aan. Ik heb het jasje gescoord trouwens een tijdje geleden bij de Bershka. En die was echt 19 euro of zo. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. Ik heb een topje aan van Boohoo Broek Bershka. En ik heb deze slippers eronder. Dus trouwens buiten echt super lekker weer. Maar ik heb voor de zekerheid een jasje gevraagd. Dat is eigenlijk mijn outfit. Is eigenlijk dit voor vandaag. Maar ik wou niet te blij doen. Dus ik heb gewoon een jasje eroverheen. Hoe warm het is binnen. Even de dingen uitdoen. Ik ben net klaar met mijn nagels. Ik heb dus... Oh, er zit een haartje nu vast aan mijn nagel. Niet echt mooi. Ik heb dus voor deze kleur gekozen. Het is een beige kleur, zeg maar. Het is nummer 3 voor de mensen die het willen weten. Als je naartoe gaat, want ik doe het altijd bij Deluxe, Nails & Spa. Moet je dan naar nummer 3 vragen. En dat is deze. Het is niet wit. Maar een beetje zo gebroken. Zo beige. I like it. Gewoon natural. En...
iets korter ook. Dat vind ik gewoon chiller. En het past echt perfect bij mijn outfits van deze zomer. Want ik ga echt gewoon een beetje beige dragen. Een beetje zandkleurtjes. En nog iets. Want net iemand me geappt toen ik mijn nagels aan het doen was. Was het een zin überhaupt? Geen idee. In ieder geval. Nessie heeft zijn motorrijbewijs gehaald. Tenminste het eerste onderdeel, want het bestaat meerdere onderdelen, heb ik gehoord. En hij heeft het gehaald. Hij vond het echt heel erg spannend vanochtend. Want we waren daar zo, we waren onszelf een beetje aan het klaarmaken. En hij moest eerder vertrekken dan ik. En hij vond het heel erg spannend. Dus ik ben echt blij. Hij heeft het gehaald. Hij heeft me net geappt. Ik laat jullie een foto zien. Jullie gaan helemaal stuk. Die jongen is toch ook niet goed wijs. Kijk. Ik ga helemaal stuk om deze jongen. Kijk hoe stoer doen. Echt leuk. Dus ik ga nu snel naar huis. Ik rij nu langs Pokeball. Maar ik heb mezelf beloofd om het niet te halen. Want ik heb gewoon zalm thuis. En ik ga gewoon zelf moeten koken hoor. Ik ga echt niet overal maar wat halen elke keer. Want ik geef zoveel uit aan buiten eten. Niet normaal. Ik ga mezelf dus dwingen om deze fles nu helemaal op te drinken. Ik drink weer zo slecht. Niet normaal. Ik word weer helemaal dorstig wakker. En ik ben zo blij met mijn nagels. Echt. Love it. En mijn nieuwe ring. Cute. Oh mijn god, het is alweer het einde van de dag. Ik heb gewoon niet meer gevlogd. Nadat ik bij de nagelsalon was geweest, naar huis geweest, heb ik met Nessie even gegeten. Toen is hij naar opnames gegaan, ben ik naar Honey gekomen. En ik kom eigenlijk net van Honey vandaan. Ik heb daar heel wat gechilled en we hebben lekker kufta gegeten. En nu ga ik naar huis.